Kindergeneeskunde concentreert zich vooral in Goes. Er zijn daar inmiddels 13 fulltime kinderartsen. Een van de patiëntjes is de 6-jarige Damien, die leidt aan een zeer zeldzame bloedziekte. Daarom moet hij contact nu met andere kinderen zoveel mogelijk mijden. En als je verkouden bent of veel hoest, heeft Damien liever niet dat je op bezoek komt en moet je dus hier stoppen. Hoi, hallo. Gert. Elisa, Terings. Ja, hallo. Wie ben jij? Hallo. Jij bent Damien. Gert. Wat eet je? Krentenbol. Mag ik kijken? Die is al op. Oh, hij is al op. Oké. Okay. Zet de cijfers op volgorde van het kleinste naar het grootste. En dat is eerste. Ik zie dat jij geen haar hebt. Hoe kan dat? Je hebt mama eraf geschoren, wel ik het niet wou. Mama heeft het eraf geschoren. Terwijl je dat helemaal niet wilde. Vind je dat vervelend? Ja, dat snap ik ook wel. Maar dat komt omdat jij volgens mij ziek bent geweest. Kun je mij uitleggen wat jij dan hebt? Nee, dat weet ik even niet meer. Nee, het is volgens mij heel ingewikkeld, hè? Damien heeft HLH. Dat is een afkorting voor hemofagocyterende lymfohistiocytose. Patiëntjes met actieve HLH hebben te veel aan witte bloedcellen, waardoor ontstekingen kunnen ontstaan. Het is in de meeste gevallen een levensbedreigende ziekte. Klassiek is het zo dat het gaat om een kind van 3 of 6 maanden met hoge koorts. Je geeft antibiotica en na een paar dagen gaan ze dood omdat ze niet reageren op de antibiotica. En dan wordt pas achteraf de diagnose gesteld. Maar bij hem is het zo dat hij later kwam, maar dat hij al wel een aantal van de verschijnselen had. We konden dat aan het bloed bijvoorbeeld zien. En dat is wel de reden geweest om hem direct door te sturen voor na de onderzoek. Zijn de biopten overal uitgenomen en daar is de diagnose opgesteld. Hij heeft geen haar. En dat verraadt dat er net een behandeling is geweest of nog bezig is. Ja, hij heeft een stamceltransplantatie gehad. En nou ja, consequentie daarvan? Was zijn haaruitval. Zijn haaruitval. Ja. Voor zijn moeder is het zwaar. Zij heeft als alleenstaand moeder de zorg voor 3 kinderen. En de zorg voor Damien was de voorbije periode heel intensief. Ik ben heel erg moe. Vooral als hij had geslapen, bijvoorbeeld s'nachts. En dan moest ze spugen. En hij moest zonder voeding moest weer eens een keer aangekoppeld worden. Of de medicatie. Of je hebt zoveel dingen waarvoor ik s'nachts mijn bed uit moest. Dus die periode is gelukkig voorbij, moet ik zeggen. Voor hem gelukkig, maar ook voor mij gelukkig. Want een goede nachtrust heb ik wel nodig, hoor. Damien zit dus veel binnen. Is ook snel moe. Daarom krijgt hij ook thuisonderwijs. Hij mag wel af en toe buiten spelen. Met de kinderen uit zijn klas. Hey, jongens, we gaan een stoppetje spelen. Oh jee. Is dat een goed idee? Ja. Ja? Oké. Okay. Wacht even, gaan wij tellen. Moeten we hier staan of niet? Nou jongens, we stoppen. Hé, hey, hallo. Ik dacht dat wij hem waren. Of ga je even stoppen? Ja. Ja. Jij gaat 2 tellen. Oh, ik moet mijn mama zoeken. Hé, hey, we zijn nog niet begonnen, hè? Ja, hallo, dat kan het toch niet, hè? 3. De ziekte van Damien is zeer zeldzaam. Deze variant komt bij 5 tot 10 kinderen op de wereld voor. Gelukkig is er wel een behandeling mogelijk. En daarom heeft Damien onlangs een beenmergtransplantatie ondergaan. Beenmergtransplantatie voor hem betekent dat hij een behandeling heeft gehad om ervoor te zorgen dat zijn eigen beenmerg grotendeels verdween. Daarna heeft hij beenmerg gekregen van een onverwante donor, dus niet iemand van de familie, uit een bank. Maar die wel heel goed past, dat kan tegenwoordig. En dat heeft hij als een soort bloedtransfusie gekregen. Die bloedcellen die weten dat ze naar het beenmerg moeten gaan en dat ze daar weer nestjes moeten gaan bouwen en weer moeten gaan uitgroeien. En wat doet dat beenmerg dan uiteindelijk? Dat beenmerg dat gaat uitgroeien en dat zorgt ervoor dat die afwijkende cel die deze ziekte veroorzaakt er niet meer is. Die is dan vervangen door een gezonde cel die die ziekte niet meer kan veroorzaken. Het verstoppertje spelen duurt niet lang. Damien is versleten. Bovendien moeten we naar het ziekenhuis, omdat het bloed van Damien moet worden gecheckt.
Hij is inmiddels zo aan me gewend dat ik hem naar binnen mag dragen. Heb je dorst? Nou, kijk, weet je, als je nou dorst hebt, hier kunnen wij gewoon drinken. Hier mag je wat drinken. Ja, hoor. Wat wil je drinken? Wat wil je? Dat is nog moeilijk, hè? Genoeg? Melk. Melk? Ja. Zo, even de wond opleisteren. Ik zie dat jij geen slang in je neus hebt. Die hebben we eruit getrokken. Nou, als ik zie hoe jij je melk aan het opdrinken bent, dan begrijp ik dat nu ook waarom die eruit is. En hoeveel krentenbollen heb je vanochtend precies op? 5 krentenbollen. Het bloedprikken vindt plaats via een portocat. Een klein kastje dat onderhuids is aangesloten op een bloedvat. Makkelijker voor de arts, maar nog steeds pijnlijk voor Damien. Oh, ik moet tellen. Jij tot moet 10. Ja. Wat ben je mee bezig? Ik wacht tot jij telt. Oh. 1 en zachtjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat knap van jou, hè? Zo, en deze naald is nog steeds dezelfde. Is die nog steeds dezelfde, jongen? Ga je nog spuiten? Ik ga even kijken of die goed zit, hè? Dan doen we altijd even met spuiten. Wat is dit? Dit is een beetje zout water. Zout! En dan ga ik hem terughalen en nou zien we jouw bloed. Mama, mag ik de toverstafie? Ja, tuurlijk, toverstafie. Nou, nemen we even een beetje bloed af. Kunnen we weer in het laboratorium kijken hoe het allemaal gaat, hè? Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis werkt bij de behandeling van Damien nauw samen met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en met het LMC in Leiden. De eerste zware kuren zijn in Rotterdam gegeven. De lichtere kuren zijn allemaal hier gegeven. Ik zie hem ook op de polykliniek voor controle. Toen bleek dat kuren alleen onvoldoende was en dat een beenmergtransplantatie nodig was, is die verwezen naar Leiden. Dat is een centrum voor beenmergtransplantatie waar ik zelf lang heb gewerkt. En daar heeft hij een beenmergtransplantatie gehad, dus nog maar kort geleden. Ze willen hem daarom ook graag frequent zien. Maar een groot gedeelte van de controles die nodig zijn, die kunnen ook weer hier gebeuren. Ik zorg dat de uitslagen bij dokter Lancaster terechtkomen en dat mail ik naar hem. Okay. Jullie hebben voor volgende week weer een afspraak bij hem. Klopt. Ja? Ja, heel erg bedankt weer. Ja, dag. Ging goed. Deze jongen die is waarschijnlijk nu helemaal genezen. En ik verwacht ook dat hij over 2 jaar gewoon met lange haren op schoolplein aan het ravotten is. Dat die dag ging komen. Het is nooit leuk om te gaan.